Dat heb ik er net ook een over dit ding? Dat orgeltje heb ik kort gemaakt. En die molen waar wie je ziet staat, die is van 1885. Uh-huh. Vroeger was het, en daarna is het een café geworden. Dat heb ook een hele tijd bestaan. En nu is het 2010 en dan is er een nieuw gebouw neergezet. Uh-huh. En dat heet de Vinkhoek. En dat heeft hij helemaal in dat orgel verbouwd? Ja. En ja. Dat heeft hij hier in de hal aangeboden? Ja. En hij heeft boven in de serre, zo klein het ook is boven, heb je het helemaal gemaakt. En zelfs de krul heb je allemaal gedaan. Ja, en zelf geschilderd, helemaal ontworpen. Ja, hij is niet alleen erg kunstig. Doet u dat dan? Dat doe ik nu ongeveer. Ik ben bij mijn 15 jaar ben ik begonnen. Zeg maar een jaartje of 60. Was het een familiebedrijf? Een familiebedrijf, ja. Ik ben in het bedrijf van mijn vader. Ben ik terechtgekomen toen ik 15 jaar was. En dat ben ik altijd blijven doen. Nou, ik heb op de technische school ben ik geweest 2 jaar. Heb ik het vak van meubelmaken geleerd. Orgelbouw is in hoofdzaak is dat hout bewerken. En natuurlijk je ogen goed te kost geven. Toen ik begon, was er een stiefbroer van mijn vader die kreeg een opdracht om een kermisorgeltje te bouwen voor een kinderdraaimolen. Maar dat 60% zeker van het orgeltje gebouwd. En het is nadat het orgel dat begint dus te spelen door het draaien van het wiel dus, waardoor je de lucht erin pompt. Het boek dat is natuurlijk voor het lied wat erin geponst is, de sleuven. En dan krijg je, je hebt allemaal verschillende geluiden. Je hebt vioolpijpen, dat zijn open pijpen van boven. Je hebt gestopte pijpen, dat zijn bijvoorbeeld de bassen. Dat is een bordonregister. Soms zitten er 2 bordonregisters in. Zang, met tegenzang. En trombones, dat zijn tongwerken die erin zitten. Dat is weer een forto van de bassen. Als de trommels gaan, dan gaan de trombones zo. Dus zo werkt dat in principe. Het boek, dat is een muziekboek, een kartonnen boek. Er zitten allemaal sleufjes zitten erin, waar dus allemaal pennetjes onder zitten. Als dat er doorheen gaat, dan vliegen die pennetjes door de gaatjes heen. Dan gaan er in het mechaniek, het is een beetje technisch, maar in het mechaniek gaan er dan hele kleine klepjes open. Die laten luchtstroompjes laten er doorheen gaan. Die gaan naar een bekrachtiging toe. En via de bekrachtiging gaat het naar de hoofdwindlader toe. En daar worden grote kleppen opengedrukt waar de corresponderende pijpen boven staan. En daar komt daar dan de muziek uit. Mijn eerste orgel, dat was een straatdraaiorgel. Dat was een limonair systeem. Dat noemen wij dus 56 toetsen.
En dat orgel dat heb ik genaamd omdat ik hem op de Admiraal Ruiterweg heb gebouwd toen de tijd. Heb ik dat orgel ook de Admiraal genoemd. En dat orgel dat heb ik een poosje in bezit gehad. Hier en daar heb ik dan mee gespeeld. Naderhand heb ik het verkocht en toen is het het land ingegaan. En waar het orgel op het moment is, weet ik niet. Nou, ik heb meer kleine orgels gebouwd als grote orgels. Grote zullen dat er zijn, ongeveer een stuk of 15, 20 kunnen het er zijn geweest, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd precies. Dat waren 25 toetsjes. Dat zijn meer tafelmodellen. Het systeem is helemaal hetzelfde als een groot draaiorgel. Een wieltje om te draaien. Een bal achterin om lucht te pompen. En hetzelfde is het principe met een windlade, waar dus allemaal kanaaltjes en klepjes in. Mijn laatste orgel, die heb ik nog in bezit. Die staat ergens opgeslagen in een showroom. En, maar ja, dat, het is op het ogenblik eigenlijk zo. Dat orgel dat heb ik toen gebouwd met nog eentje. En dat heb 15 jaar heb dat ook in opslag gestaan. Niet meer aan de straatstenen kwijt te raken. Sinds dat de euro kwam is de hele handel die is helemaal plat gegaan. Nou, ik ben er altijd mee bezig. Ik ga 's morgens mijn kamer in en een uur of vier 's middags stop ik ermee. En ja, zij is ook met de bezigheden bezig natuurlijk. En, het is wel eens dat ik, ja, dan zeg je nou, ik ben bezig, dus ik kan even niet mee. Of ik kan even dit niet doen of dat niet doen. En heb ze wel het geduld, dat was ze wel even. Ja, we zijn in heel veel landen geweest. Ik denk ongeveer zijn tegen de 100 reizen die we gemaakt hebben. We zijn in Amerika zijn we geweest. We zijn in Taiwan zijn we geweest. We zijn in Dubai, in het Midden-Oosten geweest. Nou, Frankrijk, Duitsland. Vaak vermoeiend, maar toch leuk. Welke reis is u nou het meest bijgebleven? Nou, het bijzonderste is, waar mijn vader veel commentaar op heeft gehad, want ik ging altijd samen met mijn vader. Dat was het punt dat we waren Scarborough, dat is Engeland. En er was elk jaar was daar een week van feestelijkheden. Toen kwam er een Rolls Royce kwam er aanrijden. Een Italiaan stapte eruit, keurig in het pak, een hoed op. Particulier chauffeur natuurlijk erbij. Loopt om het orgel heen, loopt te knikken en te knikken en te kijken. Loopt naar mijn vader toe. Hij zegt, how much? Mijn vader die kijkt hem aan en die zegt, how much? Is niet te koop, not for sale. How much? Dat heeft hij maar 9 dagen volgehouden. Elke dag was hij er. Op het laatst zei ik tegen mijn vader, van, daar komt je vriend weer aan. En toen was het de 10e dag. We zouden de 11e dag terug aan. De 10e dag kwam hij. En hij komt aanlopen, hij zegt helemaal niks. Hij staat voor mijn vader, hij trekt zijn checkboek uit zijn zak. Hij pakt een vulpen, haalt hij uit de andere zak. Zet hij tegen mijn vader, vul zelf het bedrag maar in. Dat ik sta erachter, ik hoor dat. Ik zeg tegen mijn vader, ik zeg, schrijf 1 miljoen op. En een miljoen en 1 million, hè, op zijn Engels, dat is hetzelfde. Die man die begreep het wel waar het om ging. Ik zeg, schrijf 1 miljoen op, kun je jou het schelen? En toen zegt hij, nee, ik verkoop hem niet. Nou, toen deed die man die deed zijn handen omhoog van, ja, nou dan weet ik het ook niet. Die is ingestapt, hebben we hem nu meer teruggezien. En toen naderhand, toen we terug waren hier in Holland, toen kreeg je het punt als je op straat liep. Was, nou, die oude van jou, die is ook gek, zeg. Ik had het ding verkocht voor 1 miljoen. Weet je, zo op die manier. Want dan had je op de bank kunnen zitten en dan had je, nou. Maar dat deed het gewoon niet, want het Arabier is een heel bekend orgel natuurlijk. En dat was zijn lievelingsorgel. Dus hij verkocht hem absoluut niet. Nou, de Arabier was een heel bijzonder orgel, was dat. Er zaten hele mooie registers erin. Waaronder een soort menselijke stem. Die de hele tegenmelodie in de boeken speelde. En mooie afbeeldingen stonden erop. Aan de ene kant stond een Arabier opgeschilderd met tulleband en zo'n dolk aan een gordel. Aan de andere kant stond een haremdame stond erop. En in het midden een groot tafereel van een soort Arabische markt. En een hoop grammofoonplaten van gemaakt ook in het verleden. En, maar ja, dat zat allemaal nu weer op een laag pitje. Want ook die belangstelling is weer een beetje ingezakt. En een hoop mensen die hem ook gehoord hebben altijd. Vanwege ook dat we hem meenamen naar het buitenland toe. Dat sloeg altijd in als een bom, zal ik maar zeggen. Stoppen. Stilzitten is niet goed. En orgel bouwen, dat is heel goed voor je. Voor je, ja, voor alles. Zoiets.